Gejuicht is er dit jaar in Nederland als zelden tevoren. Bezinning is er ook geweest, ernstig en grondig. De moeilijkheden hebben het land vrijwel geen ogenblik losgelaten. De wereld is zo boordevol met verwarring en onzekerheid dat het voor de burger vrijwel onmogelijk is om alles te verwerken en om het pad te vinden tussen juichen en bezinnen. Dit gaf de burger moed. Daar beginnen we dus mee. De kroon die alle harten tot zich trok dit jaar. Nederland vond in alle onzekerheid en in alle verdeeldheid hier één warmte en één eensgezindheid. Het jaar werd er onvergetelijk door. God zij met u en de koningin. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen. Leven, overgewoon! Vastgenageld bleef het ogenblik. Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Vastgelegd bleef ook dit beeld. Wij wonnen een alleen de ernst van een probleem dat wij hadden te ontwarren en waarvoor we voor generaties lang de lijn hadden uit te stippelen. Daar waren ook de verkiezingen voor, om de wijziging van de grondwet, die de nieuwe status van de overzeese gebieden moest vastleggen, door een uitspraak van het hele volk mogelijk te maken. Het hele volk. Vorig jaar werd het geteld en de uitslagen van die volkstelling begonnen bekend te worden. Men hoopt daarvan onder andere op een betere verdeling van de woonruimte, die, zolang de wederopbouw traag gaat, een sociale noodzaak is. Ze zijn niet te tellen, de mensen die uit de ramen van een veel te klein huis uitzitten te kijken naar de ramen van een groter huis, waar nog best wat mensen achter zouden kunnen. Er is op dit punt nog wel wat te doen. En voor velen zouden dergelijke verhuizingen het nieuwe jaar goed kunnen maken. Het woningvraagstuk. Het zal nog heel wat peinzen kosten, want duizenden snakken naar een onderdak. Bij deze diertjes gaat het er juist om ze niet onderdak te brengen. Bij miljoenen kwamen de Colorado-kevers dit jaar weer aan. Hun verdelging begint een zaak van internationale samenwerking te worden, vooral tussen ons, België en Frankrijk. Die samenwerking in West-Europa heeft onze hele buitenlandse politiek een ander gezicht gegeven. De West-Europese Unie kwam tot stand. Het
verdrag bevat ook militaire clausules die beogen ons Westen zo krachtig mogelijk te maken. De internationale politiek was eigenlijk ook één grote hordenloop. Men zou de diplomaten de vaardigheid van Fanny toewensen, het uithoudingsvermogen en de sportieve geest. Op de dankbare bewondering van de wereld zouden zij kunnen rekenen. Toen Fanny Blankerskoen van de Olympische Spelen thuis kwam, was het tenminste raak. Sommigen worden verontwaardigd dat al die overdaad de sport geldt en dat het bij wetenschap en kunst doorgaans zo stil is. Zo stil als hier bij de installatie van de kunstraad. Om hun verontwaardiging weg te spoelen, zullen wij er maar wat gejuich bijgeven. Vergeleken bij de onderhandelingen in Batavia liepen die met de West-Indische gebieden vlotter. Maar ook op de ronde tafelconferentie, die de nieuwe verhouding met West-Indië regelde, was het passen en meten. En vaak was het moeilijk als bij het schaakspel, dat tijdens de wereldkampioenschappen zoveel belangstelling trok. Een kwestie van zetten en tegenzetten was ook de moeizame vorming van een nieuwe regering. Maar het slot was een spel van louter raadsheren uiteraard, zonder pionnen. Aan raadsheren geen gebrek, peinzende raadsheren. Zij vierden deftig het jubileum van de grondwet. Veranderingen die de grondwetsherziening van 1648 in ons constitutioneel bestel bracht, plechtig zijn afgekondigd. De 100-jarige grondwet die de vrijheid verdeelt over het hele volk. Bekend staan als het jaar van een diep ingrijpende grondwetsherziening. De vrijheid. Afgerekend werd dit jaar met heel wat misdaden tegen de vrijheid. Rauter stond voor zijn rechters. Voor hem past slechts de doodstraf. De vrijheid. Mevrouw Roosevelt bezocht ons land. En in haar werd ook haar man, de grote vechter voor vrijheid, geëerd door alle lagen van de bevolking. O ja, er was hier en daar wel reden tot juichen. Opbouwdagen in de eerste plaats verdienen dat. Zij zijn de vitaminen van het herstel. De TBC werd opnieuw teruggedrongen. De gezondheidstoestand verbeterde sterk. De Marshallhulp die Europa er economisch bovenop wil helpen, begon te lopen. En niet alleen materiële dingen vroegen de aandacht. Het Wereldcongres der Kerken, dat de kerk weer levend middelpunt in de wereld wil maken, vond plaats in Amsterdam. Maar al te materieel was daarentegen de grote Veenbrand. Deze brand bracht weer eens duidelijk aan het licht hoe uitermate precair de situatie nog is. Het leven werd duurder en duurder. En de regering zei nu wel dat men van duurdere artikelen en levensbehoeften kon uitwijken naar goedkopere. Maar een populair beginsel kweekten ze daarmee niet. Wel populair werden de vrije snoep en alle andere vrije dingen. Ook dit zal het volgend jaar niet meer nodig zijn. 1948 is voorbij. Die tafel is schoon. Maar de volgende... Twaalf slagen van de klok. Ons land is in moeilijkheden. De wereld is nog in nood. Mogelijk wordt de nood zo groot dat het juichen wegvalt. Mogelijk ook wordt er een pad gevonden naar een nieuw uitzicht. Onzeker is de toekomst, als zelden tevoren. Niemand weet wat het jaar hem zal bezorgen. Laten we dit beeld overhouden van 1948. Van de dagen waarin Nederland vol vreugde en warmte was. Van de dagen waarin hoop op de toekomst, die de kern is van het leven, ons aller hart vervulde.